Deze middag is over het onderwerp bodemverdichting. Om samen met loonwerkers en boeren te spreken over hoe je bodemverdichting kunt voorkomen. Bodemverdichting is waarschijnlijk een van de grootste problemen zeg maar, van de bodem waar we op dit moment mee te maken hebben. We hebben te maken met schaalvergroting in de landbouw, zwaarder wordende machines. De boer Albert Eysing hier, die heeft dit perceel 3 jaar geleden gekocht. Weinig draagkrachtig. Het lag ook een beetje golvend. Op basis van bodemonderzoek hebben we geadviseerd om hier ook drainage met opvulling aan te leggen om de draagkracht te verbeteren. Nou, dat hebben we vanmiddag ook gedemonstreerd. We hebben gemeten aan de draagkracht. De draagkracht van het gedraineerde perceel is duidelijk beter geworden dan de oorspronkelijke situatie of het referentieperceel. In het perceel wat gedraineerd is, zit het grondwater tussen de 50 en de 60 centimeter. En het referentieperceel zit dat tussen de 30 en de 15 centimeter. En zo minder gevoelig voor bodemverdichting. Veel gehoorde klacht van boeren is dat loonwerkers met grote machines komen, zware machines, die mogelijk bodemverdichting zouden kunnen veroorzaken. Aan de andere kant horen van loonwerkers ook dat ze ook veel capaciteit moeten leveren, dus ook juist met grote machines moeten komen. Daarom is het denk ik ook belangrijk om dat gesprek tussen boeren en loonwerkers op gang te helpen. Van hoe je met bijvoorbeeld met banden of op juiste timing een goede afspraak te maken hoe je bodemverdichting ook zoveel mogelijk kunt voorkomen. Ik denk dat we, als we ver vooruit kijken, bedrijven groter worden, naar een ontwikkeling moeten gaan waarbij we met onbemande, kleinere voertuigen, robots, bodemverdichting voorkomen.